OJ Gulse heeft opmerkelijke beschuldigingen geuit jegens John de Mol, en dit alles speelde zich af op zijn eigen mediakanaal. Tijdens een gesprek met Wilfred Gene liet Gulse doorschemeren dat het stelen van formats niet ongewoon is voor de media-miljardair. Ze deelde haar gedachten, terwijl Victor Vlam, een deskundige van vandaag in het idee opperde om Merel E.K., de politiek verslaggever van het programma, een eigen show te geven. Vlam ziet potentie in een revival van de legendarische TV-show Breekijzer van Pieter Storms. In deze show volgde Storms als een soort bejaarde Tim Hofman diverse bestuurders en andere invloedrijke figuren. Wilfred Gené bracht dit idee ter sprake in zijn rubriek in de wandelgangen en stelde voor dat Merel Ek de perfecte kandidaat zou zijn voor zo'n programma. Olje Gulsen echter reageerde direct op de suggestie en noemde Pieter Storms een irritante vent en goldwigger die later met Nina Brink ging. Ondanks haar persoonlijke mening erkende ze dat Breekijzer een goed programma was. Toen Wilfred Genee voorstelde dat Merel EK wellicht geschikt zou zijn voor een soortgelijk programma, reageerde Olcay met een verwijzing naar Merels sterk rechtvaardigheidsgevoel en haar eerdere verontwaardiging over het uitsluiten door ontzicht. Merel, die te jong was om Breekijzer te kennen, toonde interesse in het programma en Wilfred beloofde haar in contact te brengen met Pieter Storms. OJ stelde vervolgens John de Mol voor om te vragen of hij het format kopieert en plakt, beschuldigend van plagiaat. Wilfred ontkende dit, maar OJ hield vol en suggereerde dat de Mol het vaker deed. De beschuldigingen escaleerden tot het punt waarop Wilfred Gene OJ Gulse direct op camera vroeg of ze beweerde dat John de Mol veel plagiaat pleegt. OJ trok zich terug en ontkende direct dat ze dit beweerde, maar benadrukte dat veel in de mediawereld op elkaar lijkt. Ze vertrok uiteindelijk met de woorden: Laat maar! Ik ga naar huis. Een breekijzerachtig vorm het zou voor Merel E.K. een aanzienlijke promotie betekenen, wat logischerwijs gepaard zou gaan met een salarisverhoging. Dit zou goed uitkomen gezien haar wens om te trouwen. Echter, ondanks haar huidige populariteit als politiek journalist, liet Merel weten dat een bovengemiddeld salaris niet vanzelfsprekend is. Ze deelde haar verbazing over de hoge kosten van bruiloften en ondanks haar populariteit kon ze wel een financiële impuls gebruiken. Al met al lijkt de mediawereld vol intrisjes en onverwachte wendingen te zitten, met beschuldigingen van plagiaat, carrièrevoorstellen en persoonlijke onthullingen die de spanning hoog houden. De vraag blijft of Merel EK daadwerkelijk de overstap zal maken naar een breekijzerachtig programma en of John de Mol al dan niet betrokken is bij vermeend plagiaat. De tijd zal het leren.